programma laat zien wat je kunt doen om langer thuis te blijven wonen als je ouder bent. In de verbouw volgen we iedere week de familie Stoker en meneer Vogel die hun huis laten aanpassen voor later. Meneer Vogel heeft altijd bij de Holec gewerkt en hij is geïnteresseerd in technische snufjes die vooral handig moeten zijn. En ze moeten natuurlijk binnen zijn budget passen. Daarom heeft hij een expert bij hem thuis uitgenodigd. Meneer Vogel, wat is nou eigenlijk de reden dat u heeft gedacht, ik wil eens met een domotica-expert in gesprek? Voor het gemak natuurlijk. Als je daar niet meer zo goed op bij bent, dat je alles met via één knopje kan laten functioneren. Het een en ander gaat al automatisch hier, toch? Ik heb dit. Zou je in één zin kunnen omschrijven wat domotica is? Domotica is een verzamelnaam voor elektrotechnische installatie en componenten die bijdragen tot meer comfort en veiligheid in de woning. Beveiliging is niet alleen inbruikbeveiliging, is ook brandbeveiliging of gasdetectie. En als we kijken naar de toekomst, waarbij we allemaal langer zelfstandig moeten blijven wonen, daar komen we heel wat tekort in die woning. En daarom denk ik ook dat er een hele omslag moet komen, ook vanuit zeg maar ontwerpend of bouwend Nederland, om ook eens rekening te houden met de toekomst van de woningen. Het zijn wel bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld dat je kinderen kunnen zien of het allemaal goed is. Je hebt nu een systeem, dan krijg je een of ander apparaatje en dan kom je bij een centrale terecht. Uh-huh. En die bellen dan de buren, want die hebben jouw sleutel. En dan komen ze hierheen. Nou, tegen de tijd dat het allemaal gedaan is, dan als ik een goed systeem heb, staan de kinderen heel lang voor de deur. Wat zou u nou kunnen zeggen, nou, dit en dat en zus en zo, in het pakket van domotica past daarin? Heel belangrijk is dat meneer zelf al zegt van, ik wil graag vanuit één punt alles bedienen. Op een iPad kun je bijvoorbeeld al zien wie er voor de deur staat. Met de camera bij de deur. Ja. U zou de deur kunnen openen via de iPad. De verlichting schakelen. De gordijnen openen en sluiten. Ramen openen en sluiten. Is dat iets wat u zou kunnen aanspreken, meneer Vogel? Ja, het is wel interessant. Ja, inderdaad. Want ik doe 's avonds de deur niet meer open, omdat ik niet zie wie er voor de deur staat. Heeft u daar al over nagedacht? Niet over nagedacht. Nee. Maar de aannemer is bezig. Dus u bent nog op tijd eigenlijk. Wat kan meneer Brok hier als aannemer met domotica? In ieder geval zorgen dat er een infrastructuur is dat er het een en ander gemonteerd kan gaan worden. Bijvoorbeeld het openen van de ramen zou makkelijk kunnen zijn om dat vanuit met een afstandsbediening te doen. Wat kan er dan met dat raampje? Hoe ingewikkeld is dat? Ik heb een voorbeeld meegenomen, ja. Zeg maar. Dat zijn allemaal voorzieningen die wij eigenlijk al, nou, nagenoeg standaard in een auto hebben zitten. En dan komen we thuis en dan hebben we een installatie die we 80 jaar geleden ook al hadden. Jan, je hebt ons nu meegenomen naar een huis waar je al eerder bent geweest. Wat heb je hier gedaan? De bedoeling was om een oplossing te vinden voor de gordijnen, omdat ze die moeilijk open en dicht kon doen. We hebben toen geadviseerd om elektrische gordijnrail toe te passen. Met name omdat mevrouw gewoon lang en zelfstandig in een woning wil blijven wonen. En je kunt het ook integreren in een huisautomatiseringssysteem, domotica, waarbij je het automatisch 's avonds sluit en overdag weer laat openen. Dit zegt genoeg en weer open gaat hij. Prachtig. De tijd dat gemeenten vanuit de WMO hulpmiddelen als een scootmobiel of een traplift verstrekken, is voorbij. Vanaf nu wordt er initiatief verwacht van de mensen zelf of hun omgeving. Het is niet meer de individuele voorziening die centraal staat. Nee, wat kun je zelf, wat kun je samen met anderen? En als het dan niet gaat, welk collectief middel kunnen we dan aanbieden? Het is natuurlijk veel beter om mensen in hun omgeving te laten. Onderdeel te laten zijn van die kerkgemeenschap, onderdeel te laten zijn van die voetbalgemeenschap of vul maar in. Wat belangrijk is, hoe kunnen we het proces voor de burgers faciliteren? Nou, een van de dingen die we heel belangrijk vinden, dat is innovativiteit. Innovatieve dingen waar A, onze burgers bij gebaat zijn en B, de werkgelegenheid een injectie krijgt. Een voorbeeld van zo'n innovatie is deze uitbreidingsmodule die aan een bestaand huis te koppelen is. Vanuit een bestaand concept wat we al hadden, passend wonen, zijn we inderdaad door gaan denken van hoe kunnen wij
met een modulair bouwsysteem eigenlijk de behoeften van de mensen die eigenlijk langer thuis willen blijven wonen, hoe kunnen we daarin voorzien? Mensen die zorgbehoevend beginnen te worden, ja, die hebben er wel moeite mee dat ze nu bijvoorbeeld in Lutte wonen en straks naar Coevorden moeten gaan vertrekken, omdat er in de regio geen plek voor ze is. Zo, kom binnen, Delphine. Ja. Zo, hé. De slaapkamer is nu voorzien van een rail waar dan de tillift aan zit. Die rail die zit er standaard al wel in. Die tillift hoeft er natuurlijk nog niet in op het moment dat je die ook nog niet nodig hebt. Maar eigenlijk voorziet dus de hele module er al in dat je gelijkvloers gaat wonen. Dat je dus met z'n tweeën gewoon beneden kunt slapen, kunt baden, toilet zit erin. Het is helemaal voorzien van domotica. En sterk nog, er zit een wifi-netwerk in waarmee je met je mobiele telefoon, als je die hebt, ook heel eenvoudig de bediening niet op het paneel, maar gewoon vanaf je telefoon kunt doen. De televisie is daar aangekoppeld. Er kan ook de lichtkleur in de badkamer bijvoorbeeld mee geregeld worden. Dat het licht in de badkamer een kleur heeft waardoor je niet helemaal wakker wordt, maar ook eenvoudig weer in slaap komt. Nou, van het slaapgedeelte kom je dan dus eigenlijk in de badkamer. De kantelbare spiegel, het in hoogte verstelbare wastafel. In de hoek een zitplateau in hoogte verstelbaar voor de douche. Nou, mooi compleet aanbod zeg. Super. Ja. Ja, het ziet er niet uit als een of andere keten. Het is gewoon onderdeel van de woning, volledig af. Ja, en we hebben ook bewust gekeken om het niet een echte zorgwoning te laten zijn. Nee. Je moet je er allemaal prettig voelen op het moment dat je eigenlijk die zorg misschien nog niet eens heel erg nodig hebt. Maar dat de faciliteiten erin zitten, dat het allemaal kan. Of je nu in een rolstoel zit of niet. Of je nu met een tillift naar het toilet of douche moet of niet. Het kan in deze ruimte, kan dit allemaal. Maar stel nou dat ik met de vraag kom, goh, ik wil toch graag ook mijn woning aangepast hebben en ik voel wel iets voor dit concept. Hoe gaat dat dan? Deze modules, dit systeem, is in 2 dagen tijd te plaatsen. Dat betekent dat we hem ook redelijk eenvoudig weer op kunnen halen. En ik maak dus ook afspraken, op het moment dat u zo'n module wilt, dat ik hem over een periode van X ook weer gewoon terugneem. En dan moet u denken over een periode van circa 10 jaar. Waarbij u dus koopt en ik gegarandeerd terugkoop voor 30% van het aankoopbedrag. Ik wil die modules terug hebben omdat die zo zijn geconstrueerd dat we zonder slopen kunnen hergebruiken. Dus die gaan de fabriek weer in, die worden gestript, die worden weer als nieuw weer afgeleverd. Maar er wordt zo min mogelijk eigenlijk vernietigd, zeg maar. Nou, we zijn in Oortmarsum terechtgekomen omdat het een van de 4 plaatsen was die we op het oog hadden om te gaan wonen. En onze ervaringen zijn tot nu toe ook heel erg goed. Het is een kleine stad. Oortmarsum is een stad met 4.000, 5.000 inwoners. De noodzakelijke voorzieningen zijn er. Supermarkten, slagers, bakkers, schoenmaker en noem maar op. Het is ook gemakkelijk bereikbaar. Nu hebben we nog gewoon de beschikking over de auto, maar er is openbaar vervoer. En als het moet, is het ook op loopafstand. Want je kunt ook gemakkelijk de afstand overbruggen van het huis waar wij wonen naar de stad. Toen onze laatste van onze kinderen afgestudeerd was, dan kom je in de fase van, nou, wat gaan wij nu verder doen? Toen hebben we besloten dat we dus een huis wilden hebben waar je ook beneden kon wonen en slapen en baden voor het geval je later ouder wordt. En we zijn dus toen bij dit huis terechtgekomen. Het moest toegankelijk zijn, het moest ruim zijn, wat ruimere deuren. Een toilet wat bijvoorbeeld wat groter was dan normaal. Dus heel veel toiletten zijn vaak erg klein. Wanneer je dus kleine toiletten hebt en je hebt hulpmiddelen nodig, zoals een rollator of een driepoot of krukken, dan is het heel handig wanneer een toilet wat grotere afmetingen heeft. En het moest toegankelijk zijn vanuit het huis naar buiten. Want mocht je ooit met hulpmiddelen je moeten verplaatsen, dan moet dat zonder al te veel obstakels kunnen gebeuren. Dus ook een huis zonder drempels. Dit is mijn kamer. Er moet ook eigenlijk niemand komen. Hier werk ik, lees ik en hou ik mij bezig met mijn hobby's.
En wanneer het nodig mocht zijn, dan kun je van deze kamer door het bureau weg te halen, kun je hier een bed neerzetten, kun je het als slaapkamer gebruiken. Want je weet maar nooit. Hè? Het is niet, ik hoop niet dat het gebeurt, maar en dat het nodig is. Maar je weet, je kunt niet in de toekomst kijken. Ik ken situaties waar men van de een op de andere dag niet meer naar boven kon. En dat geeft een heel gerust gevoel, vind ik, dat deze mogelijkheid er is. Niet met de gedachte van dat je het gaat gebruiken, maar mocht het nodig zijn, dat het dan zonder veel problemen omgebouwd kan worden tot een slaapkamer. En hiernaast zit een douche beneden die we dus nu gebruiken wanneer je beneden gewerkt hebt in de tuin of in de zomerdag als je wilt douchen. En met de kleinkinderen, die kunnen dan ook hier gedoucht worden. We hebben er nu dus tapijten liggen, maar die kunnen er heel gemakkelijk uit. En de vloer is daar geschikt voor, die is dan geheel egaal, zonder drempels en zonder obstakels. Kijk, je moet er niet van uitgaan dat je ergens gaat wonen en maar af moet gaan wachten. Nou, wat kan de gemeenschap, wat kan het dorp, wat kan de plaats of de stad voor mij betekenen? Ik denk dat je andersom moet redeneren. Wat zou mij bijdragen aan deze stad, aan deze plaats, aan dit dorp of deze gemeenschap kunnen zijn? Vandaag wordt in Huizen Stoken de aannemingsovereenkomst getekend. En daar wil ik bij zijn. Jullie hebben een aantal offertes aangevraagd, heb ik begrepen, bij diverse aannemers. Wat zijn nu dan uiteindelijk de criteria geworden waarop jullie je keuze hebben gemaakt? Wat ik belangrijk vind is dat hij mee wil denken. Maar daar hadden jullie toch een architect voor? Ja, dat klopt. Maar de architect die zet alles op tekening, die maakt een plan, die maakt een bestek. Maar de aannemer komt vaak nog met ideeën en of mogelijkheden wat kan en wat niet kan. Het idee is om hier van dit muurtje een stukje af te halen. Mm-hmm. Nou, je kunt er een stukje afhalen, maar de standen in lotten door. Ja? En is dan een vraag, wat loopt er nog meer door? We hebben vier gekozen om kwaliteit naast elkaar te krijgen en de prijzen we kunnen gaan vergelijken. Ja, het kan nog wel aardige verschillen, ja. Ja, hebben jullie veel verschillen aangetroffen? Ja. Ja, die verschillen kunnen oplopen tot bijna 20.000 euro. Oh, werkelijk? Ja. Jullie zijn echt heel grondig te werk gegaan, Sammy. Ja. Jongen, ja. Ja, maar je moet toch ook een goed beeld krijgen van wat je wilt gaan doen met de bouw. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. En het moet ook wel zo wezen dat je er samen door één deur kunt. Ik heb begrepen van de familie Stoker dat ze heel wat verschillende aannemers hebben benaderd. Enig idee waarom voor jullie is gekozen? Ja, ik denk dat die prijs voor hun de doorslag gaf. Ja. En een stukje ervaring dat ze hun hebben genoeg van hun buren die waar we ook voor gebouwd hadden. De keuze is op deze gevallen. En dat is naast een goede prijs. Ook gewoon ja, het gevoel wat je bij hem hebt. Rustig, doordacht, wil met je meedenken. Die heeft ook een beetje hetzelfde gevoel en ideeën als wij hebben. Doen jullie dit helemaal zelf of werk je ook nog met onderaannemers? In dit geval doen wij eigenlijk alles zelf op de installatiewerk na. De onderaannemer die zit bij ons bij de prijs in, dus in totaalprijs. Okay. En die wordt ook door ons aangestuurd. En daar doe je nu, daar hebben we afgesproken, daar zal je kalkzandsteen maken. Ja. Dat is maar een kort stukje dus. Tot dus aan ongeveer waar de deur begint. Ja. Wanneer ga je dat doen? Nee, het raam dat wordt pas als we hier ook het dak dicht hebben zitten. En in dit geval werken jullie met een architect die de tekeningen heeft gemaakt. Is dat nou anders als je wel of geen architect erbij hebt? Nou, de ene architect die kopies vaker op de bodem dan de andere architect. In dit geval zal de architect zo af en toe een keer langskomen, is de afspraak. En als er onduidelijkheden zijn, zal die vaker moeten komen. De rol van de architect is dat hij ons het hele project doorbegeleidt. Zo af en toe eens komt kijken van of het allemaal wel zo gaat zoals het in het bestek staat. De aannemer zelf, die zorgt dat iedereen op zijn plek is en die coördineert het allemaal. Die zorgt dat de onderaannemers op tijd zijn en dat het hele traject op de juiste wijze afgewerkt gaat worden. Je komt in een verbouwing altijd dingen tegen waar je denkt van, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen? Ja. En dat in samenspraak met opdrachtgever, in overleg zeg ik altijd,
samen zo goed mogelijk. Dat hoor ik je vaak zeggen. In overleg, in samenspraak met de opdrachtgever. Nou, ik denk dat in overleg heel belangrijk is. En in dit geval bij een verbouwing zijn de mensen die zitten er echt continu op. Ja. Dus overleg is eigenlijk ook direct mogelijk. Ja. De uitdaging is natuurlijk om, het eindresultaat naar tevredenheid van de opdrachtgever te maken. Heb je er zin in? Ja, heel veel. Ja, echt? Ik kan niet afwachten. Ja. Ik hoop toch wel dat hij met een 2 maandjes klaar is. Ja. En dan volgend jaar kunnen we... 17 en kerst hebben we alles op zijn plek. Nou, iedereen zit er klaar voor. De aannemer, de familie Stoker. De aannemingsovereenkomst ligt op tafel. En ik heb een pen. Er gaat getekend worden. Wie begint? Ik mag beginnen. U mag beginnen? Dank u wel. Nou, zet hem op. Ja. Oh, oké. Dan is het goed. Wilt u ideeën voor het aanpassen van uw woning? Ga dan eens naar langzultuwonen.nl en vandaar door naar producten. Voor elk gedeelte van het huis vindt u hier productideeën, overzichtelijk gepresenteerd met heldere uitleg. Aan studenten van de AKI Kunstacademie hebben we gevraagd om ideeën voor Lang Zult U Wonen te bedenken. Hier volgen 2 van die ideeën. Hi, ik ben Julie en mijn idee is het om de huis en ook de woning van mijn ouders zo te veranderen dat ze daar lange kunnen wonen. Dus dit is de huis van mijn ouders en hier is de woning. En hoe je ziet moet je daar vele trappen lopen om naar boven te komen. Dus is mijn idee een lift te bouwen, zodat je hier kunt van beneden naar boven rijden naar de ramen en instappen in de woning. En dit is de woning van mijn ouders. En daar is het de idee, de kamers te veranderen. Bijvoorbeeld de oude kindkamer met een badkamer. En zo te ruilen en te veranderen dat mijn ouders daar lang kunnen wonen. Ik ben Nick van der Pavert en mijn idee is een flexibele riem die oudere mensen om hun middel kunnen dragen met aan de zijkant airbags. Want waarom gebruiken we alleen airbags in de auto's tegenwoordig? Terwijl je ze ook kan gebruiken om letsel te verminderen of te voorkomen van vallende oudere mensen. Mensen zijn tegenwoordig slechter te been en je ziet heel vaak dat mensen vallen. Vandaar dat bij plotselinge neerwaartse bewegingen de airbags aan de zijkant ter hoogte van de heupen en op de achterkant eentje openklappen wanneer mensen vallen. En dat zou ervoor moeten zorgen dat het letsel voorkomen zou moeten worden. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending Lang Zult U Wonen. Vol tips en inspiratie om langer van uw huis te kunnen blijven genieten.